Paniek. Paniek in de tent. Vooral met betrekking tot de KYC. Als mij het lukt, dan kan iedereen. Dan moet iedereen het kunnen. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we met jullie hebben over een grote verandering die heeft plaatsgevonden bij Bybit. Paniek. Paniek in de tent. Nou ja, er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn en die zijn veranderd met betrekking tot Bybit. En vooral met betrekking tot de KYC natuurlijk. De KYC is een punt van aandacht, waar al heel een lange tijd aandacht naar uitgaat natuurlijk. Binance. Nee, laten we het eerst even betrekken op de Nederlandse platformen. Als we het hebben over Coinmerse, als we het hebben over Bitfavo, als we het hebben over de Bitcoin Meesters, al die platformen in Nederland moeten voldoen aan regels. Ja. En die regels gelden in Nederland voor exchanges die willen opereren in Nederland. En uiteindelijk is KYC, Know Your Customer, weten wie erachter een account zit, is belangrijk. Ja. En vinden ze ook heel belangrijk vanuit de overheid. Snap ik ook, weet je. Het heeft allemaal te maken met anti-money laundering, oftewel het witwassen van geld en zo. AML. Ja, maar Barry, dat gebeurt ook bij de banken zelf ook, begrijp ik, weet ik allemaal. Maar dit willen ze. Dit is nou eenmaal wat ze willen. En dat is het stukje waarbij mensen denken, ja, maar wacht even. Die privacy. Ik hecht daar heel veel waarde aan die privacy. Want ik ben niet aan het geld witwassen en zo. Maar moet ik mezelf dan gaan bewijzen voor wat ik allemaal aan het doen ben? Mm-hmm. Nee. Waar ik vind dat dit uiteindelijk een belangrijk stukje is, is dat de KYC doe jij, als jij niks te verbergen hebt, doe jij niet om te zeggen, ik doe niks, ik ben goed bezig en weet ik wat allemaal. Jij doet dit omdat uiteindelijk, als er iets gebeurt met jouw account, en dat is wat ik belangrijk vind, als er iets gebeurt met jouw account en jij kan er niet meer in, en jij zegt tegen Bybit, yo, goedemiddag, ik ben Barry. En ik kom niet meer in mijn account. Maar er staat wel 25 bitcoin op mijn account. Ja. Mag ik hem even terug? Mag alsjeblieft even terug in mijn account. En zegt ze, heeft u KYC gedaan? Dan kunnen we even kijken of u daadwerkelijk bent wie u zegt. Nee, ik heb geen KYC gedaan. Maar ik heb mijn legitimatie hier wel. Ja, hartstikke leuk. Maar aan die legitimatie kunnen wij niet zien dat u dit bent. En dit is het belangrijke stukje waarbij je uiteindelijk wil dat je ge-KYC'd bent. Ja. Want als je dat niet bent en je kan uiteindelijk niet meer bij je funds komen door dit issue, dan ga je huilen hoor. Ja. Dan ben je echt niet gelukkig. Nee. Dus uiteindelijk op dat vlak is het gewoon, denk ik, heel belangrijk dat dat gebeurt. Nou ja, het is weet je wat het is? Het ene kan niet zonder het ander. Wil je op een gegeven moment als space ook serieus genomen worden, ja, dan ontkom je er niet aan. Weet je, want wij vinden in Nederland het heel normaal dat als ik een bankrekening open, dat ik dan gewoon mijn gegevens moet achterlaten. Ja, zo moet je dat met een trading account ook gaan zien. En ik snap dat crypto gedecentraliseerd is en zo. Maar eigenlijk treden we hier. Ja. Weet je? En de onderliggende assets waar ik dat mee doe, dat is een ander ding. Dat zeggen we altijd, laat dat een beetje los. Ja, dus precies. Dat is een beetje hoe je het moet scheiden. Nou ja, net natuurlijk al even kort aangehaald, maar waarom doen ze dit dan? Ja, waarom doen ze dit dan? Omdat ze gewoon aan de regelgeving willen voldoen. Weet je? En volgens mij een van de weinigen die nog opereerde zonder KYC. We wisten natuurlijk al van een veel eerder traject ook dat ze deze richting op wilden gaan zelf ook. Er zijn nu nog een paar cowboy exchanges waar het nog wel steeds kan. Maar die zullen ook steeds meer verdwijnen. En daarmee neemt crypto een stap richting een meer gereguleerde, maar ook een meer, denk ik, klantvriendelijke space. Ja. Die de adoptiedrempel lager maakt voor mensen om in te stappen. En ik denk dat dat een goed ding is ook. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Nou, dat is dus een beetje wat wij ervan vinden, wat wij ervan denken. Ja. Als we nou eventjes kijken naar, oké, wat zijn dan de voordelen, wat zijn de nadelen? Wat zijn de voordelen van de KYC dan? Stukje hulp bij als er iets fout gaat. Dat is denk en ik denk dat dat het grootste voordeel is ook. Ja, en ik denk ook dat voor de rest, er zijn niet heel veel voordelen te noemen waarvan je zegt, dit is het. Het is inderdaad het belangrijkste dat jij geholpen wordt en dat mensen kunnen identificeren dat jij het bent. Ja. En als mensen dan zeggen, ja, maar ik vind het niet leuk, want ik had nog een paar zwarte centen ergens liggen, daar heb ik dit mee gedaan. Ja, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar dan zit je ook helemaal niet in deze hoek waar wij nu in zitten. Nee. Ik denk dat het voor 99% een voordeel is. Ja, maar je moet het eigenlijk gewoon zien. Oké, we gaan met z'n allen een spelletje spelen. Ja, het enige wat we nu doen is, we stellen aan het begin, voordat we beginnen met spelen, een aantal spelregels op. Ja. Meer is het niet. Ja. Het nadeel van deze KYC vind ik. Ja, en dan kom je bij het nadeel. Ja, voor mij was er even, dit was even wennen. Nou ja, dat is ook waar ik naartoe wil, denk ik. Want het nadeel van de KYC persoonlijk vind ik, wij zijn
Ik heb het in Platinum heb ik het ook zo genoemd. Daar zijn natuurlijk ook heel veel vragen geweest met betrekking tot de KYC. Wij zijn van de oude stempel Bybit traders. Nee, maar dat is wel wat het is. Weet je, kijk, we traden nu 3-4 jaar Bybit. Maar wij zijn wel van de oude stempel voor wat betreft het traden op Bybit. Waarom? Omdat wij gebruik maakten van meerdere accounts. Ja. KYC was niet nodig. Dus je kon gewoon zeggen, oké, accountje aanmaken. Accountje aanmaken. Eentje voor long, eentje voor short, eentje voor swing, eentje voor day trade. En je kon heel makkelijk zo extra accounts aanmaken. Toen zijn ze al, enige tijd geleden, zijn ze al gekomen met subaccounts. Ja. Alleen in het begin was het heel irritant met die subaccounts. Ik heb het in het begin getest en toen dacht ik, ja, dan moet je letterlijk opnieuw in gaan loggen op dat subaccount. Ja, ja, dan kan ik net zo goed gewoon nog steeds inloggen op mijn andere account. Want het blijft precies hetzelfde. Dus ik heb daar nooit wat mee gedaan. Maar nu moet je. Want nu mag je maar één account gebruiken. En moet je die KYC doen. Wat blijft er dan over? Een subaccount. Ja. En ik snap dat dat voor heel veel mensen even wennen is. Hoe werkt dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Dat gaan we jullie in deze video van A tot Z laten zien. Nou, en weet je wat het is? Als mij het lukt, Dan moet iedereen het kunnen. Serieus. Dan kan iedereen het. Ik dacht echt, nee, want ik kan hier niet tegen, weet je. Overal accountjes en dat moet dan samengevoegd worden. En ik denk, ik kan het niet. Nee. Jij kan ook heel slecht tegen veranderen. Het is heel simpel. Ik heb hier even gewoon een testaccountje aangemaakt om te laten zien. Als je dus ook een nieuw account aanmaakt, dan kom je hier ook. Ja. Daarom hebben we het ook even zo gedaan, omdat iedereen die een nieuw account aanmaakt, ziet dit. En willen jullie even meenemen in hoe ziet dat er dan uit? Wat zie je als je een nieuw accountje aanmaakt? Je ziet ook gewoon letterlijk, complete, verification. Minimaal level 1, ja. Ja, even kijken, wat ziet je doen? Nou, als je dan hier rechtsboven staat, dan gaan we even naar create. En dan druk je hier gewoon op het aanmaken van een nieuwe. En dan zeg ik ook gewoon test DC long Bitcoin 1. Confirm. Nou, vraagt hij om funds over te funnelen. Die staan er nu niet op, want het is gewoon een ongekwalificeerd accountje. Ja. Je maakt je funds over. Voor nu doe ik even skip. Hij is aangemaakt en hij staat hier gelijk bij. Weet je, je kan gelijk switchen tussen die accounts. En dat is heel erg belangrijk. Dus bijvoorbeeld, dit is dan mijn short account. Een long accountje heb ik hier ook alweer in de tussentijd van veranderd. Dan zal de andere ongetwijfeld... is dan een ander accountje. Kan je een short accountje van maken. En zo kan je intern, want dat staat hier ook. Zo kan je intern heel snel switchen. Dat staat hier gewoon. Oké, ik ben nu bezig om mijn long... Longetje doorgevoerd. Ik wil een short. Hup, switch naar je andere account. Ja. Dus het is niet meer omslachtig. Nee. En als Chris het uitlegt, lijkt het misschien omslachtig. Maar dat is het niet. Uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Je kan ook hier nog naar het kopje subaccount toe gaan. Kan je wat makkelijker allemaal tegelijk. Kan je dus intern kan je transfers doen. Je kan transfer asset doen. En dan kan jij vanuit je funding account, vanuit je spot account, vanuit je derivatives account. Kan je zo funds heen en weer hofferen van account naar account. En dan kan je die accounts vullen. Heb jij een account van, weet ik veel, $1000 en je zegt ik wil hier $200, hier $200, hier $200 en ik wil $400 hier laten staan. Ja, dat kan. Weet je, je kan het gewoon voor jezelf heel makkelijk switchen op die manier. En zo heb je meerdere accounts binnen één account, binnen handbereik eigenlijk. En ik vind, als je dit uiteindelijk gebruikt, ja, is het eigenlijk heel simpel. Want je kan, zoals Chris net ook al iets zien, intern, als jij in de chart zit, je hebt een long geplaatst, kan je heel makkelijk, hop, je gaat naar boven, switch van account en je kan op je andere account kijken eventueel of je een short wil plaatsen. Ja. Je kan heel snel switchen. Ja, maar dat is het. Het is voor mensen die nu nieuw beginnen, die zullen er niet zo heel veel van merken. Mensen die het al langer doen, ja, dat kan even vervelend zijn, maar dit gaat er heel snel in. Een ander voordeel is dat je gewoon veel sneller van account kan wisselen. En dat je bijvoorbeeld ook even een testaccountje of zo er doorheen kan gooien. Weet je, je kan zoveel accountjes toevoegen. Let wel goed op in welk account je dan zit te traden. Maar dat staat, kan je gewoon confirmeren bovenaan het plaatje. Ja, verandering hoort erbij. Is het op de achtergrond een grote verandering? Ja. Ben je uiteindelijk in de chart bezig? Ik denk dat het bijna niet uitmaakt. Nee, als je uiteindelijk in je chart zit, dan merk je daar niks van. Voel je daar niks van. Het is eventjes wennen. We zien dat natuurlijk in de livestreams ook vaak. Ja, gaat daar wat moeilijker mee om. Ik vind dat wat makkelijker. Ja, en dus zo zijn er ook mensen in de chat. De een zegt, joh, mij maakt het allemaal niet uit. En de ander zegt, joh, ik vind het heel moeilijk. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat het best wel simpel is. En dat was ook de reden waarom we eventjes snel willen laten zien. Oké, hoe doe je dit dan? Weet je wel, het is niet zo moeilijk. Het was meer om mij het aan te leren dan de mensen thuis.
Het was moeilijker om het Chris aan te leren dan het uiteindelijk aan jullie uit te leggen, want zo lastig is het niet. Dus Bybit, grote verandering met betrekking tot KYC. Waarom doen ze dit? Ja, ik denk uiteindelijk als jij als exchange zijnde mee wil blijven draaien in de toekomst, dat je moet. Dat je geen keuze hebt. Nee. Binance, grootste jongen van de klas. Ja, die is op een gegeven moment ook met KYC gekomen. Die zeiden, ja, we moeten. Als wij de grootste jongen van de klas willen blijven, dan moeten we wel. Ja. Dus ja, dat Bybit dit nu doet, vind ik helemaal niet gek. Konden daar niet in achterblijven. Wat vinden wij ervan? Ja, ik vind het prima. Ik denk voor de toekomst dat het een hele goede ontwikkeling is. Dat ze inderdaad wel moeten. Nadeel. Subaccountje aanmaken. Is het een echt nadeel? Nou, ja, even leren en dan kan je het. Denk het niet. Ja. Goed. Je kan je natuurlijk aanmelden bij Bybit als je dit een fijn platform vindt. Wij treden hier zelf al, ik denk een jaar of vier ondertussen treden we hier al op. Ja, krijg je wat bonus perks, weet je. Als jij een accountje aanmaakt voor het eerst, dan maak je geloof ik $10 krijg je sowieso als je een x aantal stappen doorloopt. Dus als je een level 1 KYC doet, een stortinkje doet, een trade maakt, dan krijg je allemaal kleine eurotjes. Je kan aan de hand van de grootte van je storting kan je ook een bonus krijgen. Maar uiteindelijk de echte bonus waar het in zit, is de bonussen die wij eens in de zoveel tijd realiseren. Want wij kunnen natuurlijk zien wie er onder ons aan is gemeld. En onder die aanmeldingen doen wij regelmatig toffe giveaways. En uiteindelijk denk ik dat het stukje is wat het interessant maakt. Want die bonussen is allemaal hartstikke leuk, maar stelt eigenlijk niet zo heel erg veel voor. Maar ja, wij doen wel eens een trade competitie, doen we een leuke giveaway aanhangen en uiteindelijk op die manier kan jij zorgen dat je daar ook daadwerkelijk deel van uitmaakt. Want als wij niet zien dat jij onder ons zit, kunnen we ook niet confirmeren of je daadwerkelijk meedoet. Dus dat is de reden waarom we zeggen gebruik ons linkje daarvoor. Verder denk ik dat dit een gesloten boek is. Easy peasy, lemon squeezy. Ja. Vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Smash op het duimpje, rank de video wat hoger in YouTube. En is een blijk van waardering voor ons. Onderaan deze video komen alle linkjes terug naar onder andere onze website www.dopecash.nl. Vind je onder het kopje support links. Linkje naar Bybit. Ons leerprogramma, alle informatie over Platinum, Discord kanaal, alles staat op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende keer. Later.